Even kijken, paf. Hoe krijgt dat ding massa? Nee, dat is niet zo duidelijk, ik weet het niet. Om u daar duidelijkheid in te scheppen, wil ik u meenemen naar de kleinste bouwstenen in de wereld. Hoe heeft het Higgs-deeltje de wereld veranderd? De Universiteit van Nederland presenteert elementair deeltjesfysicus professor Dr. Frank Linde. Sure. Massa. Jullie denken er vast alleen maar aan als je eens per week of zo op de weegschaal staat. Maar eminente natuurkundigen hebben daar lang mee geworsteld met dat begrip massa. Mensen zoals Newton, Einstein en recent Peter Higgs. Laten we hier eens kijken. Als ik deze lichte bal een trap geef, dan schiet hij hard weg. Als ik datzelfde doe met deze bowlingbal, maak u geen zorgen, dan heb ik pijn aan mijn voet en dan schiet hij heel langzaam weg. Hoe kan dat nou? Nou, de meneer die daarover nagedacht is Newton. En in mijn vak zijn dat vaak formules. Ik heb er ook een paar op mijn shirt staan. En Newton heeft de formule verzonnen, F is M maal A. In gewoon Nederlands, als je een kracht op een object met massa M uitoefent, wordt die versneld met een versnelling A. Een zwaar object wordt met een kracht, met een kleine versnelling versneld, zoals die bowlingbal. Een licht object, zoals die bal, die schiet met een rotgang weg. Daarom is het belangrijk om in race-industrie, auto's, fietsen, om zo licht mogelijke dingen te hebben. Dan kan je makkelijk de wedstrijd winnen. Nou, dat is dus een formule en een meneer die nagedacht heeft over massa. Een andere bekende natuurkundige is Einstein. Die is ongetwijfeld verantwoordelijk voor de meest bekende formule, ik denk niet alleen in de natuurkunde, ik zou het bijna zeggen in de hele mensheid, namelijk E is mc kwadraat. In gewoon Nederlands, want dat willen jullie graag horen, wat betekent dat? Dat betekent dat je energie en massa uitwisselbaar zijn. En de wisselkoers, die is hier c kwadraat. En wat is c kwadraat? C is de snelheid van het licht in vacuüm. Dat is een gigantisch groot getal. 300.000 kilometer per seconde. 300.000 kilometer per seconde. Dat betekent in 1 seconde 7 keer rond de aarde. Geweldig dus. Dat betekent dus ook dat je met een heel klein beetje massa ontzettend veel energie kan maken. Dat is precies wat de zon doet. Die zet een beetje massa om in energie. En dat kan die heel lang blijven doen. Dat is mooi. Omgekeerd, als je een heel klein beetje massa wil maken uit energie, heb je ontiegelijk veel energie nodig. En dat is wat wij doen bij onze versnellerexperimenten, met name in Genève. Dus zo werkt dat allemaal. Maar ja, die bal die ik heb weggeschoten, kan ik die even terugkrijgen? Want ik weet nou nog steeds niet hoe die bal eigenlijk zijn massa krijgt. En deze ook niet trouwens, maar die, ja, dank u wel. Dus ja, als je dat wil kijken, ik ben experimenteel in de natuurkunde, dan ga je gewoon even kijken. Paf. Hoe krijgt dat ding massa? Nee, dat is niet zo duidelijk. Nee, daar word ik niet vrolijk van. Ik weet het niet. Nee, om u daar duidelijkheid in te scheppen, wil ik u meenemen naar de kleinste bouwstenen in de wereld. In het hele universum trouwens. Wij praten altijd graag groot. De kleinste bouwstenen, dat zijn de elementaire deeltjes. En om daarover te praten en u uit te leggen, kijk ik het liefst naar deze schoonheid. Deze. Daar kan je naar kijken met blote ogen, is waar genoegen. Wat zie je dan? Allerlei complexe structuren. En dit is de schaal van een honderdste of een duizendste van een millimeter. Nee, als experimenteel fysicus kijk ik liever met een apparaat. En een mooi apparaat is een microscoop. En als ik hier met een microscoop naar ga kijken, nou, dan zie ik op een gegeven moment een cel. En na verloop van tijd zie ik een celkern in die cel. En dan zie ik chromosomen. Dat zijn leuke dingen. En dan zie je DNA in chromosomen. Nou, dat is allemaal prachtig. Maar voor mij als elementair deeltjesfysicus is dat nog veel te groot. Echt veel te groot. Dus ik gebruik een echt hele krachtige microscoop. En de meest krachtige microscopen op aarde, dat zijn deeltjesversnellers. Daar ga ik er zoiets meer over vertellen. Als je daarmee gaat kijken naar deze structuur, dan zie je op een gegeven moment een atoom met zijn negatieve geladen wolk van elektronen. En diep daarin, die minuscuul kleine atoomkern, positief geladen. En als je daar even goed naar kijkt, dan zie je dat daar protonen en neutronen in zitten. En dan hoop ik eigenlijk dat ik jullie nog allemaal mee heb. En als je daarin kijkt, daar zit iets in wat quarks heten. Drie quarks. Twee ups en een down in het proton.
en 2 downs en een up in het neutron. Net zoals bij de Albert Heijn. Kun je ook allerlei smaken quarks kopen. Nou, dat is ongeveer het verhaal van de bouwstenen. Heel eenvoudig, toch? Dus zo werkt dat met zijn geheel. Nou hebben we dat hier ook neergehangen. Want ik heb het druk gehad met kerstvakantie, maar ook wat mensen hier. Dus hier ziet u dat atoom met een fantastische fantasiekern erin. 3 protonen, 3 neutronen. Hier ziet u een zwaar asymmetrische kern met 3 protonen onderin die elkaar lekker afstoten en 3 neutronen bovenin. En hier ziet u een proton opengewerkt met daar 3 pitjes in en dat zijn die 3 quarks. In dit geval 2 ups en een down. Als u wil weten wat die veertjes doen, die zorgen ervoor dat die dingen allemaal bij elkaar blijven zitten. Maar daar ga ik het nou niet over hebben. Dus zo zit dat in elkaar. Maar hoe weten we dat nou? Ik zei al dat ik een experimenteel natuurkundige was. En een experimenteel natuurkundige die houdt er geweldig van om met apparaten te frutselen. Nou, u heeft hier ook een hele verzameling gezien, maar hier is apparaat nummer 1. Meneer Thompson, die heeft zo'n 100 jaar geleden, zat hij te spelen met dit apparaat. En dit apparaat is eigenlijk een deeltjesversneller. Hier verhit je een stukje metaal. En vervolgens trek je met een gigabatterij. En mijn assistent is nu bezig die gigabatterij op zo'n 3000 volt te zetten. Dat zit nou daar. 3000 volt, daar, kun je heel dichtbij komen. En wat zie je dan? Dan zie je, als je goed kijkt, zie je daar een groenig bundeltje. Dat zien we daar nog niet, groenig bundeltje. Als goed experimenteel natuurkundige speel je daar graag mee, dus je kan er een magneet voor houden. En wat zie je dan? Gaat die bundel weg. Je kan hem andersom houden, gaat de bundel de andere kant op. En zo kan je een hele serie experimenten doen met zo'n bundeltje. En meneer Thompson en anderen, die hebben dat gedaan, iets meer dan 100 jaar geleden. En die hebben uitgevonden dat die bundel bestaat uit hele lichte, elektrisch geladen deeltjes. En dat deeltje, dat hebben wij een elektron genoemd. En dat is een illustratie van een apparaat waarmee dus een elementair deeltje, je moet je voorstellen, dat is de meest elementaire bouwsteen die we kennen in ons universum, in dat hele grote universum, dat deeltje, het elektron, met dat mooie apparaat ontdekt. Geweldig toch? Datzelfde buisje wat daar staat, dat heeft tientallen jaren lang, nou niet voor iedereen natuurlijk, want er zitten hier ook mensen die niet tientallen jaren oud zijn, maar voor diegenen die wel tientallen jaren oud staan, heeft datzelfde buisje heeft in uw huiskamer gestaan. Namelijk als u zo'n tv had met zo'n toeter aan de achterkant, niet zo'n mooi flatscreen, maar zo'n ding met zo'n toeter, dat was niks anders dan zo'n buisje, een cathode ray tube heet dat. En ik heb gelukkig nog zo'n oude tv hier. Dat is ook ongeveer een van de mooiste apparaten die je kan hebben. Nou, ik zou zeggen, als u thuis bent, dan pakt u ook een lekker krachtige magneet en dan gaat u er lekker mee zo lopen rotzooien. Vooral als het een kleuren tv is. Dat is echt geweldig. Want dan ziet u dat hele beeld dat verstierd wordt. Hetzelfde als wat ik daar deed. En uw tv ook trouwens, maar dan koopt u daarna een nieuwe, gewoon een mooie flatscreen. Heel mooi apparaat, zo'n tv. En we komen later terug wat er op deze tv staat, want ook dat is heel mooi. Nou, dat is dus een deeltjesversneller. Nou, nu wil ik eigenlijk gaan naar de echte deeltjesversneller, want dat is 100 jaar oud, elektron ontdekt. Ik wil wel graag naar een echte deeltjesversneller. En die staan in Genève. Dat is het mekka van de deeltjesfysica. En daar moet je zijn. Nou, hier zoomen we in op Genève. In Genève staat de Large Hadron Collider. Hadron is een moeilijk woord voor proton. En dat is net zo'n apparaat als dat. Ook die versnelt met een batterij. Een beetje een hele grote zware batterij. Versnelt die niet elektronen, maar protonen. En hij buigt ze af met magneten, hele zware magneten. En dan gaan ze op zo'n ring lopen van 27 kilometer. Niet boven de grond, maar onder de grond. Dus het gebeurt allemaal onder de grond. Dat is makkelijk, hoef je het land niet te onteigenen en zo. Maar dat is ook wel goed om de straling een beetje onder controle te houden. Dus als je daar onder de grond zou kijken, dan zie je daar een bundelbui, een pijp. Die schiet rond. En om het echt superkrachtig te maken, net zoals op de autobaan, een frontale botsing is beter dan tegen een muur. Dus doe je frontale botsingen, 1 protonbundel die knalt op een andere protonbundel. En u ziet hier die quarks in die protonen. Die knallen op elkaar op een aantal plaatsen. En dan maken ze ware vuurbollen. Zeg maar Einstein at work. Wij converteren energie in deeltjes met massa. En als je geluk hebt, nieuwe deeltjes met massa. En de opgave van een experimenteel fysicus is, fotografeer die botsingen zoveel mogelijk. En ga analyseren, ga kijken of er nieuwe bestanddelen van ons universum ontdekt kunnen worden. Nou, hier ziet u dus zo'n botsing. Om daar een foto van te maken heb je een gigantisch apparaat voor nodig. Ik zelf heb gewerkt aan de ontwikkeling van zo'n apparaat. Om u een idee te geven van de schaal. Als u vanavond terugloopt naar het station, komt u langs het paleis op de Dam. De detector die daar onder de grond staat is ongeveer net zo groot als het paleis op de Dam. Het is een gigantisch apparaat. Nou, hier ziet u zo'n foto van 1 zo'n botsing. Dus de schaal is daar iets van 23 meter horizontaal en 23 meter verticaal. En het botsingspunt is daar in het centrum. Het is geprojecteerd langs de bundellijn. Dus de bundel gaat zo en u kijkt naar de projectie van alles wat in die vuurbol gemaakt wordt. En dat ziet u daar. Nou, wat ziet u daar?
een heleboel spoortjes. Spoortjes van deeltjes. Als je geluk hebt, nieuwe deeltjes. Nou, je ziet er een heleboel van die witte spoortjes. Die heb ik wit gemaakt, maar die zijn niet interessant. Want diegenen die goed kijken, zien dat die spoortjes krom zijn. Net zo goed als ik net daar die elektronen krom kon maken met een magneetje. Dit experiment bevindt zich in een supergroot, supergeleidende magneet. En daarom worden die spoortjes krom. En een deeltje wat weinig energie heeft, is makkelijk krom te trekken. En die zijn voor mij als hoge energiefysicus of elementaire deeltjesfysicus niet zo interessant. Er zijn er ook twee, die heb ik geel gekleurd. Die zijn superrecht. Dat betekent dat ze superveel energie hebben. Dat zijn leuke sporen. Daar kunnen wij wat mee als fysicus. Wij kunnen daar wat analyse op doen. En dan maken we gebruik van die formules van Einstein. En dan kunnen we met deze twee sporen hier, dus die en die, daar kunnen we een massa aan toekennen. Als je dan een beetje geluk hebt, vind je op een gegeven moment een nieuw deeltje. Nou, op één zo'n gebeurtenis doe je niet, want daar komt hier bijvoorbeeld 90 uit. Uit die twee gele spoortjes. Wat je moet doen, je moet er een heleboel analyseren van die spoortjes. En als je dat dan maar vaak genoeg doet, dan kan je een zogenaamde frequentieverdeling maken van de massa van die twee gele sporen. Hier staat 1 keer een proton, 10 keer een proton, 100 keer een proton. Dat ene plaatje wat ik net liet zien, zit dus ergens hier. En dan gebeurt er iets waar fysici zoals ik helemaal opgewonden van raken. Dat is heel makkelijk. Je kijkt naar zo'n plaatje en dan zitten pieken in. Okay? Pieken. Nou, zo'n piek, ik garandeer ik u, is direct een indicatie dat daar een nieuw type deeltje zit. Nou, ik ga ze hier niet allemaal langslopen, maar dit was de novemberrevolutie in 1974, namelijk de ontdekking van een ander type kwark. Net zoals bij de Albert Heijn hebben ze er meer dan twee. Wij hebben er ook meer dan twee. Niet alleen ups en downs, maar ook die. Nou moet ik eerlijk bekennen, dat is mooi al die deeltjes. Maar die massa van die bowlingbol, daar hebben we toch nog een klein probleem mee in de elementaire natuurkunde. Want we hebben een fantastische theorie, formules, zoals hier op mijn t-shirt. En dat gaat iets te ver om deze formule uit te leggen. Maar ik moet u bekennen dat deze formule eigenlijk alleen maar kan werken met deeltjes die massa nul hebben. Dat is voor diegenen die overgewicht hebben geweldig. Maar helaas is de natuur iets anders. De natuur is wel degelijk massa. En als al die deeltjes massa nul hebben, is wel een mooie theorie, maar is niet goed genoeg. Dat was een ontzettend groot probleem. Het feit dat wij eigenlijk alleen met deeltjes aankonden, elektronen, quarks, met massa nul. Nou, u maakt zich daar misschien geen zorgen over. Ik wel. En gelukkig meneer Higgs ook. En meneer Higgs had een hele revolutionaire oplossing om toch via de achterdeur die massa in die theorie te krijgen. 50 jaar geleden heeft hij dat verzonnen. En wat doen wij als fysici? Wij verzinnen altijd gewoon iets nieuws, een nieuw deeltje. Dat is goed voor onze job security. Kunnen we weer iets ontdekken. Dus meneer Higgs die verzon dat het hele universum vol zat met een veld. Dan zie ik wel mijn glazen kijken, een veld. Wat moet ik nou met een veld? Wat is een veld? Nou, zonder dat u het weet, spelen velden ook voor u een grote rol. Althans, in de techniek die u gebruikt. Elke dynamo, elke elektromotor gebruikt een magnetisch veld. En uw elektrische tandenborstel trouwens ook. Dat is ook een heel mooi apparaat. En ik kan het zo zichtbaar maken. Hier heb ik twee magneetjes. Nou, ik kan het eigenlijk niet zichtbaar maken, maar ik kan het voelen. U voelt het niet, maar u weet het allemaal. Als u dit soort tegen elkaar aanduwt, dan op een gegeven moment, dat werkt niet. Dat vinden ze niet leuk. Ze gaan helemaal niet tegen elkaar aan en toch merken ze wat. Daar zit een veld tussen. Het is een magnetisch veld. Kan ik ook prachtig visualiseren. Dan moet je ijzervelsel nemen, dat heb ik hier. Heel mooi ijzervelsel, heel fijn in olie opgelost. Leg ik die magneet hier neer. Leg ik dat ijzervelsel erop. En als je dan goed kijkt, dan zie je opeens zo die ijzervelsel de magneetveldlijnen nabootsen. Daar ziet u het. Dus dat is een voorbeeld van een veld, een magneetveld, wat in uw dagelijks leven een aardige rol speelt. Net zoiets als het Higgsveld, wat gepostuleerd werd door meneer Higgs. Er is nog een ander apparaat wat gigantisch veel gebruik maakt van een veld. Namelijk dat ding wat jullie allemaal in je broekzak uitgezet hebben. Die mobiele telefoon. Als u mij nu belt, dan gaat er een elektromagnetisch veld naar een zendmast. En van die zendmast naar mijn telefoon. En dan gaat die af en daarna kunnen wij praten. En dan gaan er allemaal elektromagnetische velden heen en weer. U ziet het niet, maar het werkt wel. En dat is nou juist het mooie van natuurkunde. Het werkt gewoon. Hartstikke goed. Goed, nu gaan we even terug naar die meneer Higgs en zijn veld. Wat had die meneer Higgs nou verzonnen? Dat veld is overal in het universum. En deeltjes plakken aan dat veld. En een zwaar deeltje plakt heel hard aan dat veld. En daarom is die zwaar. En een licht deeltje, die plakt bijna niet aan dat veld. En daarom is die licht. Als u dit nou een beetje wil visualiseren, dan moet u denken aan de skipistes. Als u daar op uw skis lekker over die sneeuw heen gaat, dan moet u dat sneeuw zien als dat Higgsveld. En u met uw skis gaat daar lekker overheen, dus u bent een licht deeltje. Als u op sneeuwschoenen daar doorheen gaat, of op stijgijzers, dan is dat heel zwaar. Dan ploetert u door die sneeuw.
En dan bent u een zwaar deeltje. Dus zo werkte dat. En nou zijn we er bijna. U kent allemaal licht. Ik heb u net verteld dat als mijn telefoon afgaat, dat dat te maken heeft met elektromagnetische velden. In de natuurkunde is het nou zo dat bij een veld hoort ook altijd een deeltje. En bijvoorbeeld bij een elektromagnetisch veld hoort het lichtdeeltje. Deze dingen die hieruit komen. Die horen bij het elektromagnetisch veld. Omgekeerd, bij elk deeltje hoort trouwens ook een veld. Dus bij dat veld van meneer Higgs, daar hoort ook een deeltje bij. Het Higgs-deeltje. Nou, dat heeft hij allemaal 50 jaar geleden verzonnen. En daar hebben wij en mijn collega's ontzettend hard naar gezocht. En het mooie is, in 2012, dus ruim een jaar geleden, hebben we dat ding gevonden. En dat is op precies dezelfde manier als die gebeurtenis die ik liet zien met die twee gele sporen. Alleen nu hebben we gezocht naar gebeurtenissen. Ik weet niet of u het kunt zien, maar hier zitten vier paarse sporen in. En ook een heleboel gele. Die gele zijn niet interessant. Die ben je namelijk zo kwijt. En dan doe je hetzelfde als ik deed met die twee gele eerder. Spijt me dat ik hier geel en geel een beetje verwisseld heb. Nu gaat het om de roze sporen. Dan doe je weer wat wiskunde op en dan associeer je een massa aan die vier roze sporen. En als je dan geluk hebt, dan gebeurt daar iets wat je nog niet kende. En dat iets is echt het visitekaartje van een Higgs. Nou, daar heb ik een prachtige animatie voor. Dat vind ik in ieder geval zelf. Dat is deze. En hier ziet u de data binnenkomen per dag. Daar rechtsboven staat de dag, mei. En dan gaat het naar juni 2012, juli. En wat u hier ziet, het rode, is de verwachting, de voorspelling van de theorie, zonder een Higgs-deeltje. En die zwarte punten zijn de datapunten. Als die datapunten ergens zwaar afwijken van het rode, en dat doen ze hier, daar. Hier overal vallen ze mooi op de rode, maar hier niet. En dit, dames en heren, is de ontdekking van het Higgs-deeltje. Vandaag de dag weten we dit met een ontiegelijk grote waarschijnlijkheid dat dit hem gewoon is. Dus hij is er. En dat is echt one of a kind. Hè? Want die Higgs-deeltje die zit niet in u en die zit niet in mij. In mij zitten elektronen, protonen en neutronen, die dingen die hier hangen, en quarks voor mij apart. Maar geen Higgs-deeltjes. Die Higgs-deeltjes, er is er maar één van. Quarks, daar heb ik al twee van en ik heb al een derde genoemd. Er zijn er heel veel van. Higgs is helemaal uniek. Helemaal in zijn ukkie. Dus is echt geweldig. Nou, ik heb er toch een plaatje van, namelijk deze. Hij is zwaar, dat kunt u niet voelen, maar hij is zwaar. Hij ziet er heel gek uit met al die zes kanten. Terwijl bijvoorbeeld elk quark heeft maar drie kanten. Ik heb een heleboel quarks, ik heb nog een hele doos vol met quarks, maar hier nog een quark. Nee, die Higgs is echt helemaal uniek. En het is echt ongelooflijk. Iemand verzint dat theoretisch 50 jaar geleden en we hebben dat nu ontdekt. Dus ik ben daar helemaal warm van. Dan kunt u natuurlijk zeggen, want dan vragen ze me altijd, kan ik hier wat mee met die Higgs? Nou, ik heb hem nooit echt gezien, want dit is natuurlijk allemaal in de computer wat ik net liet zien. Maar dan vraag ik u, wie heeft er ooit een elektron gezien? Nou, volgens mij niemand. Mijn oma niet, ik niet, mevrouw niet, niemand. Maar met dat elektron kunnen we ontiegelijk veel. Ik bedoel, elk mooi apparaat in uw huiskamer is gebaseerd op elektron. Dan heb ik nog niet eens over al die computers en al die andere mooie dingen en uw mobiele telefoon. Dus ja, ik denk dat ooit in de verre toekomst, want meestal is het niet morgen dat wij gelijk toepassingen hebben. Het ligt niet zo gauw in de Albert Heijn, behalve die quarks. Dat er wel wat zal gebeuren met die Higgs. Dus dat is die Higgs. Echt ontzettend mooi. En ons beeld is hierdoor echt helemaal veranderd nu we hem hebben sinds een jaar. In het volgende college ga ik het hebben over het feit waarom reizen naar Mars ook gevaarlijk is, afgezien van die raket. Dank u wel.